De tweede start in Lemmer wie de goeie. Ta grutte spiet van Grauw, want die hier bij de eerste start die letter volgens wie een hele mooie uitgangspositie creëert. Maar die keep je er niet voor. Maar bij de tweede start ben er wel drie skippen die de mist in gingen. En een van die drie, dat is de Sneker Pan van Douwe Visser. En die moet dus helemaal achteraan beginnen voor deze wichtige wedstrijd in de strijd om het kampioenschap. De wedstrijd zette uiteindelijk met een zuidenwind en dat leverde een mooi zonglas op. Lange kruisrakken, maar de wind die zo in de rin van de dij nog een soort dingen dwaan, werd ook een hele soort verroringen van kamen. In het middenveld Jereveen en Grauw en achterin dus de Snitser Pannen. Maar helemaal voorin is het scootje van Bolzert met Pieter Meter en die pakt hier de leiding op de Lemmer. Vlak daarachter is het Lemsterscootje en dan krijgen we een hele druwe rij, een gevjocht om die plakken met Jereveen en Grauw tussen het scootje van Huzem en Drachten in. Het wie een nieuwere zielerij, want die wien die zou verskate richtingen uitgaan. Hij begon heel zuidelijk en maar hij zou heel dit meer westelijk worden en de wedstrijdroute moest meerdere keren aanpast worden. Snits, ja, die komt dan een stoofde om die tonnen. En die maakt in de achtervolging. En die zocht alle concurrentie een wereld zijn voor hem. Maar goed, bij de Snekerpannen ben ze net gauw bang. Want dat doggen ze haast alle wedstrijden van achter naar voren zielen. Maar kind dat ik mij dit lichte aparte waar. Voorin is het in elk geval één scootje wat heel mooi koers horen kan. Pieter Meter. Hij zielt het scootje van Bolzert soeverein naar die koppositie en weet staan te horen. Het gat groeit. Want zijn achtervolgers, dat binnen de Lemmer, maar ook de Zuidwesthoeken die er weer heel goed bij zit. En het is Grauw die het opscoot naar een vijfde plak. En Grauw die docht dus qua klassement goede zaken ten opzichte van het Jereveen en vooral ten opzichte van Snits. Het Jereveen volgt het al, maar kan voor eerst net verder komen als het zesde stek. Nog geen man op boord van zelfs, volle minder is het voor Snits. De Jouwer mengt hem weer in het geweld en de Snitser Pannen is in die oprukt. Ze zijn intussen opscoot naar plak Njoggen. En er is mij dit waar van alles mogelijk, zo zou blikken dwaan. Je kunnen mij een verkeerde vlaag, zo jouw plakken achteruit smitten worden. Maar mij een goeien, ken je ik zo jouw er vooruit. De kunst is om die vlaag te vinden. De top 5. Mijn onderleiding nog altijd het scootje van Bolzert. En in de achtervolging zullen we de Zuidwesthoeken, de Lemmer, Jenne Waard, die daar ook heel mooi bij zit. Maar ze kunnen net in de buurt komen van Bolzert. Het gat van Bolzert groeit. En hij lijkt op een wisse overwinning aan te zielen. Maar daar is de Snitser Pannen al. En wat doet er bij Jereveen? Want Jereveen die moet volgen. Die leidt nou in een achter Grauw en de Sneker Pannen. En in dat laatste kruisrakje daar dicht bij de dijk. Daar docht blikken wat die wind aan kan. Want het is het scootje van Jereveen wat in één keer omheeg zielen kan. En het binnen Grauw en Snits die het helemaal verleieren en onderen. Jereveen op bakboord docht hier hele goede zaken. Passeert de beide concurrenten en scoot helemaal terug naar voren. En zo vinden we Jereveen dan in één op de vijfde stek. Wielst Grauw in de zwierigheden komt. Zij kennen de tonnen eens net onzielen, maar te kniepen, komen hard stil te lezen en willen ook nog terug Snits passeren. Het is Bolzert wat het aan een finish daar volhoudt. Zij pakken hier een hele mooie dijtitel. Een knappe prestatie van Pieter Meter en zijn bemanning. Daarachter een prachtig gevecht, want het is het scootje van de Jouwer dat als tweede finisht. De Lemmer viert ook feest, want zij binnen op thuiswetter nummer 3. Maar Jereveen is toch wel een beetje de winnaar hier voor het klassement. Want zij willen dags nachts vierde. Wielst Grauw zesde wordt en Snits genoegen nemen met een zonde plak.
En de uitslag van de wedstrijd is dan als volgt. Balzut op een eerste plak. De Jouwer waar Joert prachtig twadde. De Lemmer tredde. Dan het Jereveen. Jenne Waard. Grauw op een zichte plak. Snits op een zonde plak. En dan de rest erachteraan. De hele mannen. Drachten, Wadzang, Zuidwesthoeken, Langwaar, Huzem. En als laatste Joert 14 punten. Ljouwert maar Jappie Meter. Dan gaan we naar het klassement en het wordt verschrikkelijk spannend. Want op een eerste plak zit Grauw, maar Douw Visser, maar 18,8 punten. Jereveen heeft hetzelfde tal punten. Dan snits er achterom, maar 21,9. Dan is er een flink gat, maar noemen Fjouwer, de Jouwer. En dan komt de Lemmer, Balzut, de hele mannen. We gaan hem echt tot het eind terug. Jennewaard, Drachten, Ljouwt op het ziende plak. Dan wat zijn Zuidwesthoeken, Huzem en Langwaar, Sluterige. De Germa Huzen, maar 83 punten. Nou, dat wien alle cijfers eerst even op een rietje.